Een hele goede morgen op deze hele vroege morgen. Welkom bij deze nieuwe video. Je ziet het, achter mij brandt er een lichtje in onze oven en dat is omdat ik bezig ben om onze ontbijters voor te bereiden voor ons koffie en ons theeisje. Het is vandaag een drukke dag. Ik ben heel wat voorbereidingen hier ook al aan het doen. Ik ben heel vroeg opgestaan. Ik ben om 4:15 opgestaan, zodat ik om 4:45 beneden stond, aangekleed en wel gewassen aangekleed. En nu ben ik nog altijd volop bezig hier. Het is nu, even checken, bijna 7:00, 7:20. En onze oppas voor onze Jules, die kwam rond 7:00, dus ik ga nu even boven kijken of jij nog al wakker is. Het is vandaag trouwens de Antwerpse Vaderdag. En het zorgt er eigenlijk voor dat het dus extra druk is hier in ons koffie en ons theeisje. En het is ook wel een beetje eigenlijk spannend, want het is denk ik lang geleden dat we echt zoveel mensen hebben gehad. Volgens mij is echt letterlijk elke stoel bezet die we hebben. Even checken, ja, elke stoel die we hebben is bezet. En daarnaast zijn er ook nog eens 3 tafels eigenlijk dubbel bezet. Dus dat wil zeggen dat die mensen komen vroeg en we hebben die dan laat, voor een laat ontbijt, terug opnieuw eigenlijk ingepland. Dus het is hier bakske vol momenteel. Maar dat is ook wel eigenlijk gezellig, vind ik, om dit zo te zien. We hebben het gisteren ook al gezegd, we zijn hier heel erg dankbaar voor dat de mensen ons toch wel allemaal weten eigenlijk te vinden. En dat ze onze ontbijten en onze lunch en dergelijke allemaal zo lekker vinden. Trouwens, dat kwam net misschien een beetje gek over dat ik zei, ik even kijken of jij naar boven al wakker is. Maar het is nu eenmaal zo, met onze Jules is het heel moeilijk om ja, natuurlijk beide beneden te staan. En ik kan moeilijk een babysitter gaan vragen om 5:00. Of oma's vragen om 5:00 of zo te komen. Dat is gewoon niet normaal. Allee, dat is een beetje te vroeg. Dus hebben wij het eigenlijk zo ingepland van ik sta 's ochtends extra vroeg meestal in onze keuken in de weekends. En dan 's avonds nog de afsluit. Die doe jij nog wanneer ik dan boven bij onze Jules ben. Zo heeft hij toch extra veel mama en papa bij hem. Hè? Dat is ook wel weer fijn. Ik loop hier momenteel trouwens nog altijd rond op mijn slofjes. Het is veel comfortabeler. Zijn jullie al wakker? Ja. Oké. Okay. Jij wel? Zul nog niet? Nee. Slaap, kom. En wie heeft er bij ons in bedje geslapen, Jul? Ja. Hey. Jul. Zeg, Jules, het is vandaag wel papadag, hè? Ah ja, dat is waar. Het is vandaag vaderdag. Ik heb er niet veel zin in, precies. Je zegt dat we nog slapen, veel te vroeg. Oh, het is papadag, zegt. Die papa is een knuffel en een kusje. Een stiltekusje. Die is er nu wel wakker. Chilleke. We hadden nog een klein cadeautje voor papa, hè? Papa's dag, weet je nog? Hier, pak jij de cadeautjes? Ik had ze hier klaargelegd. Pak jij het? Ook nog het andere, hè? Ja. Wacht, ik pak het andere, ja. Iets heel kleins. Heel klein cadeautje voor papa. Hallo, papa. Hallo. Jullie heeft iets om af te geven. Ja. Ik ben heel benieuwd. Oh, dankjewel. Kijk, grappig. Dat is voor papa. Papa geven. Een saucisson, dat vindt papa nog. Spaanse saucisson. Een Spaanse saucisson. En nog iets, papa. Dat is wel kei leuk, hè. Ja, en dan kunnen we dat samen opeten, hè, Jules. Dat is lekker, hè, een worst. Oh, nog een kaartje ook. Ja? Dankjewel, Jules. Oh, mijn papa is de beste. Is dat echt waar? Oh, kijk eens hier. Met een handtekening en een tekening van Jules erop. Kijk, mooi, hè? Heb je dat gedaan met je handjes op? Ja. Ja? Oh, dat is mooi, hoor. En ik blijf. Dat is super, hè? Kijk eens hier. Mooi, hè? Ben je er blij mee, papa? Ik ben er heel blij mee. Dat is dank een grappig cadeautje. Dat had je nooit verwacht. Dat had je nooit kunnen raden. Nee, echt keilig. Ja.
Dankjewel, maar hè, mama. Maar had je eigenlijk al een ander cadeautje Ja, gekregen, dat klopt. Er was al heel lange tijd geleden was er al iets aangekomen, hè. Maar ik heb het nog niet gebruikt. Dat wel. Oké. Dus, ja. Moet je vanavond maar zeggen. Moet ik dat vanavond maar even doen. Wanneer dat de GOT gedaan is. Hè? We gaan nu eerst werken. Want volgens mij staat er over een dik uur mensen voor de deur. En dat wil zeggen dat we dan er ook helemaal moeten invliegen. Want het zal een drukke werkdag worden. Ja. Er komt veel volk langs bij ons. We zitten met het kaartje, hè, Jules. Dankjewel, hè, Jules. Alsjeblieft, papa. En de worst. De worst gaan we ook nog eens samen delen, hè. Dankjewel. Nog eens. Dank je. Wil je aan de tafel zetten? Van hier in de keuken zitten? Ik wil ik wel in de zaak zetten, dat is goed. Speciaal. Ja, die foodbox. Ze hebben ze een tijdje terug een foodbox besteld. Waar we nu lekker van aan het genieten zijn. Ze. Je moet het zelf nog maken. Het zorgt ook wel voor speciale creaties, zo, zie je het? Speciaal allemaal. We gaan trouwens van de ochtend naar de avond. Het is nu net 6 uur. Ons koffie- en theehuisje is gesloten. Het was een hele leuke, maar drukke werkdag. Leuke eraan is dat tegenwoordig nog lang dicht is. Ja, ik kan er maar niet genoeg van krijgen. Dat is toch fijn gewoon. Nog die avonturen zo met nog een beetje zon erbij. Zo, ja, ik geniet daarvan. Ik hou ook van het zomeruur. Hè. Ik weet dat mensen daar tegen zijn. Hè. Mensen die zeggen, nee, we moeten winteruur aanhouden, ook in de zomer. Maar ik ben echt een pro tegen voor zomeruur. Ik weet niet of dat ik dan nog altijd van mening ben naarmate dan Jules ouder wordt. Hè, want ja, kindjes staan erom bekend om pas goed te slapen wanneer het donker wordt. En echt vol in de zomer kan dat al eens een probleem geven, uurgewijs, met dan die zon. Hè, want, maar ja, voor de rest moet ik wel zeggen dat ik heb dat altijd zo ervaren dat ik zo precies toch het gevoel heb dat ik liever zomeruur heb. Gewoon puur gevoelsmatig, hè. Geen praktische zaken, want allez, snap dat ook wel. Sommige mensen zeggen, ja, maar als je 's morgens naar je werk rijdt en het is donker of wat dan ook, dan is dat wel een belemmering, kunnen we beter winteruur hebben. Maar het gaat ook net over de mensen die gaan werken en dat die dan gewoon, wanneer dat werk gedaan is, iets langer nog van de zon kunnen genieten. Zo zie ik dat eigenlijk. Als je om 6 uur gedaan hebt met werken en je kunt daarna nog tot 11 uur 's avonds nog van het zonnetje genieten, ja, dat is misschien allemaal niet natuurkundig en niet allemaal normaal, maar dat is toch wel aangenaam eigenlijk. Hè? Dus je kunt mijn mening niet meer veranderen. Voor mij is het zomeruur. Wat heb jij het liefste? Wat zou jij het liefste hebben? Dat winteruur blijft ook in de zomer? Of zie jij nog helemaal iets anders liever? Laat eens even weten hieronder in de reacties. Dat is wel leuk, hè, zo'n avondzonnetje. Ah, zalig. Ik geniet daar echt van. Ja. Ja, oké. Okay. Kijk, zie. We zijn nu aan de tafel. We zijn wel gezellig zo, hoor. Ja. En ik heb vandaag van een klant een bloemetje gekregen. En die heb ik hier nu op de tafel gezet. Speciaal voor jouw vaderdag. Ja, het is vaderdag. En ik krijg een bloemetje. Dat is wel fijn, hè? Jij hebt dat niet? Ik wel. Smakelijk. Smakelijk. Hopje, hoor je mij? Oh, plopperplop, ik hoor jou. Oh, een beetje voorzichtig zijn daar op het dak. Oh. Maar plopje, ik val. Nou. Help, ik zit vast. Ai, ai, oei, oei, ai, oei, oei, Kwebbel en Lui komen in de melkherberg binnen. Waar is Plop? Plots horen ze rare geluiden door de schoorsteen. Durf jij te kijken, Luitje? Ik ben zo bang. Lui gaat kijken, hè. Ik zie niets, hoor. Kwebbel komt nu ook kijken. De beste, ik ben de beste. Ik ben de winnaar en daar is niets aan te doen. Wie wordt de mooiste mul van het jaar?